Ik heb hele goede herinneringen aan het seminarium als school, een uitstekende opleiding. We staan hier in de hal van het voormalige klein seminarium Beekvliet. En zoals jullie kunnen zien is dit natuurlijk een prachtig, mooi, nog goed bewaard gebleven monument. Nou, heel bijzonder in deze ruimte is de plaquette die hier te zien is. Het is een plaquette die op 14 augustus 1948 is geplaatst door de oud-gijzelaars die hier van 4 mei 1942 tot 4 september 1944 hebben gezeten. En bijzonder aan deze plaquette is onder andere het symbool wat je hier bovenin ziet, een kruis met daarin een aantal symbolen, de dolk van de dreiging, de sleutel van het opgesloten zitten en in de baard van de sleutel zie je ook het hakenkruis. En wat ook bijzonder is aan deze plaquette is de tekst. Van 4 mei 1942 tot 6 september 1944 werd dit seminarium door de Duitse bezetting misbruikt als kamp voor Nederlandse gijzelaars. Opvallend is dat het woordje Duitse hier met een kleine letter is geschreven. Het woordje Nederlands met een hoofdletter. Waarschijnlijk ook om aan te geven dat de Duitsers toch een laaghartige daad hebben gepleegd door hier mensen, onschuldige mensen, gevangen te zetten.